Welkom bij weer een aflevering van SS Belgium League. Vandaag hebben we een speler bij ons die nog maar recent de Crocky Cup heeft gewonnen. Hij speelt dus bij Standard Luik en daarbuiten komt hij ook nog eens uit voor het nationale team van Congo. Dus vandaag hebben we niemand minder bij dan Polo Poku. Kom er even bij. Alles goed? Ja, alles goed. Welkom, mate. Hey, thank you. Polo, everybody in Belgium know you are a very good skiller. Now, today we're gonna test how good those skills really are. Okay, we're going to try. Okay, let's go. Let's go. Zoals jullie weten doen we elke keer bij de SS Belgium League een trucje. Deze keer gaan we een nieuw trucje laten zien en het noemt de rainbow. Ik heb heel veel geluk, want Polo wil met mij de rainbow demonstreren, dus we gaan eraan beginnen. Oké, Polo, I'm going to try to pass you, oké? Olé! Now, Polo, can you do this trick too? I think I can. Okay, we're gonna give it a try. Wait. Zoals jullie net allemaal gezien hebben, is een rainbow niet altijd zo gemakkelijk. Maar ik heb heel veel geluk, want Polo hier wil mij deze keer een trucje aanleren. Dus daar gaan we eens voor gaan. Polo, laat maar zien. I will defense. Oh, ik dacht echt dat hij ging trappen, man. Allee, al. Polo heeft net zijn trucje aan mij laten zien. Ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. Ik heb weinig fake trappen gezien die zo precies waren, die zo goed uitkwamen. Nu ben ik wel heel benieuwd of Polo gereed is voor de volgende challenge. Polo, are you up to the next challenge? I'm always up. You're always up. This is the rap of Aquarius, I'm your new black metal terrorist, ain't no comparison. You Mediterranean, bitch, I'm a veteran, better than anyone comprehend. Snake in the grass, cut the copperhead. Hollow tips point at a copperhead, drop a head, popping the clock to the copper den. But bishop can ride a mess, that is the biggest hypocrisy. I don't see nobody stopping me, bro, your whole life is a mockery. I'm militant, mind on the million, civilian, I am the realest bitch. No Gilligan with me on the island, smoking on the island to a nigga look talent. Trap through your crew like a motherfucking virus. Confederate, breaking up barriers, federation in your area. If I'm a bitch, then I got you a pussy, and pussies are scared of a terrier. Whoop, run on your paper, kill a curry, keep on catching the caper. Dominating, common denominator. After map, you can check through the map later. As a teenager, I was the underdog. Oké, jongens, ik ben er helemaal klaar voor. Jullie zijn er helemaal klaar voor. Polo is er ook helemaal klaar voor. We gaan deze crossbar challenge gewoon doen. Let's go. Yes. Ja, yeah, bing. 2 on 2. Oef. Oké, nu is het mijn beurt. Ik mag het hier opnemen tegen Polo, dus ik sta een beetje onder stress. Maar alles komt wel goed. Oh,
on for a bonus. Double points. Hey! Champion with Standard, because I know after this I will get a big transfer. Street soccer. Ronaldo. International food of my country. Yes, because that's where I start football, in the street, and that's what made my technique. And I think it's my visions, and because in street soccer you have to think fast and think before the others, and that's where I get all my skills and my thinking before the others from the street. Is Zinedine Zidane, because I love the way he played, the way he was not a player that was fast and not slow as well, but he had a style that was. No, I don't say remind me of me, but I really love the way he played, so yeah. My dream transfer, Real Madrid. I think Belgium have the potential to win it, but I think Brazil will win the World Cup. Best player I play against, I would probably say Paul Pogba. For favors, my whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of care. Loving never gave me a home. Zo jongens en meisjes, deze aflevering van de SS Belgium League zit er jammer genoeg alweer op. Ging super snel waarschijnlijk. Nu, we hebben al een cadeautje bij natuurlijk voor Polo, onze goede vriend hier. Dat is namelijk het SS Belgium shirt. Polo, this is for you. The Street Soccer Belgium shirt. I have a present too. This is for you guys. It's from that. Oh, very, very, very nice. It's just from the final of the cup. I will sign it to give it to you. Oké. Okay. Wij krijgen van Polo het shirtje dat hij gedragen heeft tijdens de bekerfinale die hij gewonnen heeft met Standaard. Hoe kan je dit nu winnen? Volg zijn Instagram-account Polo en Poku. Volg SS Belgium natuurlijk op Instagram en abonneer je op ons YouTube-account. Cheers! Stay tuned. Bye. Okay.